Ik maak natuurlijk haute couture en prêt-à-porter. En exclusieve materialen die ik gebruik, stukken blijven erover. En soms gingen echt vuilniszakken met restante stof gingen weg. Die allemaal duur geproduceerd zijn, met de hand gemaakt. Maar ja, een halve meter of 40 centimeter heb je niks meer. En door de jaren heen heb ik, zoals wij het altijd noemen, de lappenvrouwtjes. Ik geloof dat ik wel 10 lappenvrouwtjes heb. De een maakte Barbie-poppen voor Polen. De volgende die maakte grote plates van voor op het bed die ze verkoopt op de braderie. Het zijn hele dure mooie plates voor die mensen geworden. Ik geef het allemaal gratis weg. Maar dat scheelt echt, ik denk, 40, 50 vuilniszakken aan restante stof per jaar. Als je ziet hoe ontzettend veel kleding overal wordt gekocht. En hoe kort kleding tegenwoordig wordt gedragen. Weet je, per seizoen, halverwege het seizoen ben je ervan af. Dat ik denk, zet dan grote kledingbakken neer. Dat je zegt, zwart, wit, gekleurd goed. En alleen voor sneakers. Moet je kijken of mensen afgedragen sneakers hebben. Maar waar nog zoveel mee kan worden gedaan. Dat kan je zo goed recyclen, sneakers. Daar gebeurt helemaal niks mee. Ik denk dat er, als je heel dichtbij en heel klein gaat kijken, dat er nog genoeg te doen is. Alleen op mijn vlak.